Goedemiddag, dag mevrouw. Dag mevrouw. Mag ik eens vragen of u wat het laatste sms'je is dat je gekregen hebt? Of wat ik gekregen heb, het laatste wat ik gekregen heb, was een zonnetje van mijn zoon. Zo had ik een lachje gekregen en dat was als antwoord op wat mijn kleindochter, dus zijn dochtertje, mij gezegd had. Eline vond het erg om mij alleen achter te laten. Dus ze waren 2 dagen bij mij komen logeren. Hè. En dus gaat ze mij een papa zoeken. Een papa? Schattig, hè? Ja. Ben je een alleenstaande vrouw? Ja, ja, ja. Ik ben sinds 11 jaar gescheiden. Ja. Heel alleen. Gelijk met de feestdagen of zo. Zo van deze momenten, ja, vind ik dat wel moeilijk. Als je je eenzaam voelt, wie mis je dan het meest? Wie ik het meest mis, mijn dochter. Ja, die mis ik. Mijn dochter is overleden, 4 jaar geleden. En ja, dat is heel moeilijk. Hoe oud was ze toen? Beke, die zou 34 worden. Het is nog jong, hè? Ja. Ja, heel jong. Ja. Te jong en dat is niet gemakkelijk. Ja. Ja. Dat missen, dat is van als je opstaat totdat je slapen gaat en dat zit in kleine dingen. Heb je altijd een aandenken van haar bij je? Ja, normaal gezien heb ik altijd haar foto bij. Mooie vrouw, hè? Ja, heel mooi. Het is nooit uit uw gedachten. En voor mij, ik spreek ook, vind ik, heel vaak in de tegenwoordige tijd over haar. Voor mij is ze er nog altijd. Heb je in je gsm ook een bericht dat je doet terugdenken aan jouw dochter? Ja, dat heb ik ook. En dat is over een vlinder, hè. Een blauwe vlinder van het zwakke geslacht zag een bloem van uitzonderlijke pracht. Al iemand geweest? Vroeg ze bedeesd. Nee, zei de bloem, ik heb op jou gewacht. Zo poëtisch. Mooi, hè? In een vlinder zie ik dus Bee terug. Sinds dat Beeke overleden is, kom ik, vind ik toch, meer vlinders tegen. Voor mij is dat Bee.